Oké, weet je, Mo mag mag een vriend gaan maken. Hij staat zo op de vinger op, toch? Ja. De heropening van het Kruifkoord. Het was altijd een oude, hè? Waarom nu een nieuwe? Kijk, daar is het oude. Ja. En daar komt een hele grote vijver. Omdat er vanwege het water, dat de overstromingen niet komen, moet daar een grote vijver komen. En daarom hebben ze het hierheen verplaatst. En gelukkig voor ons hebben we dus ook een nieuw grasmat erbij. Ja. Ja, maar wat is precies jullie functie? Wat doen jullie? Nou, het Kruifkoord concept is natuurlijk een wijk, een veilige project, een veilige plek creëren in de wijk, waarbij jongeren iets positiefs doen en ook dat ze meer kunnen sporten. Dus jongeren die maar geld hebben voor één keer kunnen sporten, kunnen ze niet elke dag terecht. En wij zijn er hier vooral om de jongeren daar ook in te begeleiden en te zorgen dat ze ook echt een leuke, veilige plek hebben met elkaar. Ja. Is er veel belangstelling voor om dit te doen? Ja, nou je ziet het is super slecht weer en kijk hoeveel er nu zijn. Op een gemiddelde middag hebben wij zo'n 20 tot 50 jongeren die komen. Ja. We doen het voor een heel nice sexual tour over zand en samen hebben we zeker een leuke tijd gehad. We hebben elkaar ook leren kennen van omgaan met elkaar, ook met de jeugd. Ja, en het is ook echt een ontmoetingsplek waar iedereen zichzelf mag zijn met respect voor elkaar. En we willen gewoon dat iedereen zich veilig voelt, maar ook uitgenodigd voelt om mee te doen. Ja. Veel jongeren willen hier natuurlijk voetballen, daar komen ze voor. Maar wij proberen ook nog wel dat ze kennis gaan maken met andere sporten. Daarom hebben wij straks ook in het kader van in gebruikname van het koord, de officiële opening gaan we doen als de wijk eromheen ook echt af is. En dan gaan we, daarom hebben we vanmiddag een karate kliniek en daarna ook nog een bibi, een straatvoetballer. Die alle technische skills met de jongeren gaat doornemen. Ja. En natuurlijk sluiten we af met partijtjes doen. Ja, ja. Ja. Hey, nou heeft iedere wijk natuurlijk zijn eigen problemen. Hoe erg heeft deze wijk dit nodig om dit soort initiatieven te ontplooien? Ik vind dat heel moeilijk te zeggen over een wijk. Want het gaat over mensen die hier wonen. Maar het is wel heel welkom dat er een plek is waar ze elkaar ontmoeten en waarbij ze met elkaar kunnen sporten. Ja. En wat gaan jullie vanmiddag nu nog doen? Karate kliniek dus. We zijn nu aan het trefballen. Uiteindelijk gaan we nog Bibi de straatvoetballer technische skills clinics doen. En we gaan nog afsluiten met gewoon de vertrouwde partijtjes die wij met elkaar altijd heel erg leuk organiseren. En in dat traject proberen we ook zoveel mogelijk de jongeren het te laten doen. Zodat wij uiteindelijk steeds meer stap terugzetten. Maar dat dan de jongeren zelf het organiseren met elkaar.